Het was op een middag in het PSV-stadion. Het was georganiseerd, weet ik nog, door het biermerk, de Bavaria. En die hadden een competitie, kratje van het latje schieten. En daar konden allerlei mensen aan meedoen. En dat is uiteindelijk geen geweldig succes geworden. Maar het was een leuke middag in het stadion daar in Eindhoven. En ja, wie waren daar ook? Daar was ook John de Wolf. Die was daar uitgenodigd. En Gerald Vanenburg. De opnamen die zijn klaar. De cameraman die hoor ik eigenlijk ook een beetje zeggen van nou, dit was het wel. En die stond een beetje in de pauzestand. En op dat moment dat gezegd werd, zegt Vanenburg, die zegt ineens tegen mij, oh, maar ik schiet zo'n kratje, schiet ik gewoon achter mijn stambeen langs, schiet ik zo van die lat af. Oh, Gerald, is dat zo? Ja, dat is geen enkel probleem. Nou, je ziet het ook aan de opname. Er loopt nog iemand door het beeld heen, irritant. Die wordt even snel aan de kant geschoven. En je zult ook zien, de cameraman die loopt nog wel een beetje, die loopt nog wel door. Maar hij zoomt ook, en dat zie je zien, hij zoomt niet mee naar het kratje toe. Wat hij wel de hele dag had gedaan, maar dat deed hij niet meer. Want hij was eigenlijk in van, nou ja, we zijn klaar. Dus hij loopt nog door en Gerald, ik zeg nou Gerald, schiet dan maar even. En Gerald, die schiet achter zijn standbeen langs, boem, kratje eraf. Nou, kijk naar de reactie op dat filmpje. Dat ongeloof bij John de Wolf, maar ook het ongeloof bij mij van, hallo, wat gebeurt hier? Hij zegt het, Vanenburg, en hij doet het. Nou ja. En toen wisten wij wel met z'n allen, die Vanenburg, die is toch wel heel, heel erg goed. Ja, het is lastig. Kratje van het latje. Het lijkt makkelijker, het kratje van het latje. Oh ja. Oh, dan gaat hij overdrijven, hoor. Als jij ja, nou, ja. Ja, maar dan gaat hij eruit leggen. Als jij achter die standbeen op de goede het gevoel hebt, hè, dat komen ze allemaal in de buurt. Echt waar, hè? Ja. Ik heb het al eerder gaat gedaan. Gaat hij weer een standbeen doen? Nee, is echt zo. Ja, ik geloof ja, maar je hoeft die camera niet te roepen. We zijn nou gewoon klaar. Nou gaan we gewoon. Ik ben fan van jou, dus alles wat je zegt, geloof ik. Krijgen we nog eentje achter standbeen? Nee. Ja, laat eens zien. Ah, laat zien. Kom op. Kijk uit. Want hij gaat schieten. Als je daar ook voor je. Allebei, jij ook al. Nee, jongen, standbeen. Ik heb geen kruisboom met mafketel. Eén achter standbeentje nog. Gaat hij achter standbeen? Hij staat er niet op! Hij stond er niet op, hè! Maar hij stond er niet op! Hij staat er niet op! Oh, Gerald! Hij staat er niet op! En dan lekker aan het doen. Wie doet er arrogant? Ik doe helemaal niks. Ja, maar ik wil hem wel lekker afschieten. Nee, maar ik vind het knap.